Oh ja, daar gaat hij. En... Slurp maar. Kom op. Je kunt het. Hallo kijkers van Gods Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we hier met Deckett. Ik ga weer verder waar ik gebleven was. En ja, de vorige aflevering zijn we bezig geweest met de query. En zoals jullie kunnen zien is die al best een aardig stukje op gang. Ook al gaat die super langzaam natuurlijk, want ik heb er alleen maar redstone pumps op staan. 5 stuks. Ik weet niet zeker of dit überhaupt werkt, deze twee achterkantjes erbij. Maar ik ga ervan uit van wel, want ik kan me iets herinneren van toen ik altijd op de server speelde, dat ik heel veel van die pumps achter elkaar zette en dat gewoon werkte. Oh, en dan hoor je mijn eigen video, want ik wou eventjes de reacties erbij pakken, want... Volgens mij zijn er weer een aardig aantal reacties achtergelaten waar ik veel mee kan. Even kijken, ik heb ergens mijn vlees gedumpt, maar ik heb geen flauw idee waar. Ik zie wel dat dit ding rustig aan verder gaat. Voorlopig is hij nog niet aan het hakken, dus ik laat de pipes nog heel even open. En dan loop ik heel even naar mijn huis toe, want ik wil toch wel eventjes gaan kijken of er misschien... Of er iets leuks tussen de reacties staat. Er staat Dylan als je een... Wat doe jij hier in godsnaam, zombie? Ga eens dood. Ik moet meer licht in mijn huis gaan plaatsen. Ik weet het, mensen. Ik heb alleen nu momenteel geen torches bij me. Nou, dat komt straks wel. Ik zie hier een reactie. Dylan, als je de energy condenser wil laten werken, moet je eerst de glowstone om de energy condenser te doen. En, oh ja, die energy collector heb je dus al. MK2, je moet beginnen met gewoon energy collector... Maar maakt op zich niet uit. Alleen dat MK2 beter is. De eerste heet geen MK1, maar gewoon Energy Collector, dat je het even weet. Ik hoop dat je hier iets aan had. PS, ik vind je een super toffe YouTuber. Thanks man, thanks voor je lange reactie. Je hebt de moeite gedaan om even wat goeds achter te laten. Alleen, jij zegt ik moet glowstone om mijn Energy Condenser doen. Ik zou niet weten ja, wat dat voor impact heeft. Ik weet wel dat ik zo meteen ga beginnen aan mijn huis up te graden. Want het ziet er nu echt totaal niet uit. En dat ben ik gewoon eerlijk mee. Het ziet er ook gewoon niet uit. Nou ben ik alleen maar vlees kwijt. Ah, hier is mijn vlees. Even kijken. Voor de rest moet ik even kijken wat zit hier allemaal in de eendchest. Dit zit er allemaal al. Dan gooien we even... Ja, ik haat ordenen. En ik haat het ook om het ordenen bij te houden. Dat zie je ook wel. Want overal zit weer wat verschillends in. Ik haat het echt om te ordenen. Dat vind ik het vervelendste wat er is op Minecraft. Want je moet gewoon elke keer alles bijhouden. Je moet even kijken waar alles ook alweer zat. En dan moet je het erin stoppen. Even kijken hoor. Zo, dit allemaal even weg. Ik weet dat ik straks transportpipes moet gaan leggen. Ik had als het goed is ook wel wat goldpipes. Waar zijn... Oh, jeetje. Waar zijn die dan gebleven? Ik heb hier cobblestone... Diamond. Oh hier, gold. Oké, gold heb ik ook gewoon. Dan kan ik straks beginnen aan wat chestjes maken en die daar neerzetten. Nou komt dat straks wel. Even kijken. Eerst gaan we natuurlijk een beetje mijn huis upgraden. En waar ik aan zat te denken is om eventjes wat van die te maken. En eventjes, ja, zo meteen wat hout te hakken. Dan gaan we deze heel even omsmelten in deze grote vriend hier. Dit zit waarschijnlijk helemaal proppetje vol. Ja, want deze zijn nog steeds de hele tijd aan het doorwerken. Ik weet ook dat ik glass fiber moet hebben. Even kijken, deze gaat langzaam aan. Nou, die query gaat langzaam aan. Maar iemand kwam met een andere tip. Remco namelijk. Die zei dat ik voor de... Ja, voor de query een energy link moest gebruiken. Of een power link. Even kijken, link. Deze, energy link. Die moet ik op deze manier maken. Wooden conductive pipe, ja oké. En die kan er dus voor zorgen dat als ik hier een energy transport pipe bovenop zet. Vanaf mijn stroomleiding naar mijn query. Dat ik er dus voor kan zorgen dat die query op power gaat werken. Nou laat ik denk ik eerst de query even op de redstone engines werken. Ik ga er heel even naartoe lopen. Want even kijken hoe het er nu aan toe gaat. Nou ja, het begint al wat vooruitgang te komen. Je ziet... Dit stuk moet nog helemaal opgebouwd worden. Dan staan al deze rekken er. En dan kan die eindelijk beginnen met echt minen. Nou zie ik wel dat alle pumps momenteel echt gewoon rood aan het draaien zijn. Dus dat is een goed teken. Alleen, hij gaat er nog steeds niet heel veel sneller door. Dat vind ik een beetje jammer.
Maar dat kan natuurlijk ondertussen in de achtergrond gewoon mooi doorgaan, terwijl wij zo aan ons huis gaan beginnen. Want we zijn ondertussen, denk ik, hoeveel afleveringen, even kijken, hoeveel was de laatste aflevering? Nou, ik moet zelf gewoon terugkijken. 13 afleveringen verder en ik heb nog niet eens een huis gebouwd, mensen. Eigenlijk heel erg, maar ik heb een man cave uitgegraven, zoals ik hem noemde aan het begin. Maar zelfs daar heb ik nog geen moeite in gestopt. Dit kan al lang weg, dit bijvoorbeeld. Ik heb een veel betere. Deze die kan verplaatst worden. Ik bedoel, ik kan dit hele shithole nog gaan uitbreiden. Alleen heb ik daar helemaal geen zin in gehad. Eerst. Ik wou eerst gewoon bezig met machines. En weet ik veel allemaal. Even kijken, ik heb hier zat van. Dan kunnen we deze eventjes. Die laten we zitten. Ik heb de crafting table natuurlijk opgepakt. Die gooien we dan wel eventjes. Weet je wat? Laten we eens leuk doen. We doen hier even 2 crafting tables in. Kan mij het schelen. Dan doen we eventjes deze. In deze stijl. Dan krijgen we dus deze stenen. Dat zijn smooth bricks, of course. En die wil ik wel gaan gebruiken. Alleen heb ik nou nog energy. Oh, ik heb nog zat glowstone dust. Ik dacht dat het allemaal weer op was, trouwens. Deze halen we er even. Oh, hij heeft natuurlijk nu al 4000. Dit is niet best. Want als ik nu 1 stone brick erin gooi, dan heb ik gelijk een heleboel. Ik doe even iron. Dan doe ik het even op deze manier. Dan haal ik deze er even uit. En dan ga ik even kijken. En dan zet ik erin. Deze smooth bricks. Hoppakee, dan krijg ik weer allemaal smooth bricks. Zoals je ook kunt zien, dit gaat nu automatisch. Het komt omdat dit ding hier staat. Die zorgt ervoor dat automatisch om de zoveel seconden wat energy bij komt. En dat gaat best rap, moet ik het zelf zeggen. Nou wil ik ook nog wat van deze. Hoppakee, dit duurt wat langer, want deze heeft een waarde van 32. Dat kunnen we wel even zo doen. Hoppakee, wat hout. Dat zal ik nodig hebben voor mijn huis. Het ziet er leuk uit. Nou, weet je, laten we dat hout er even in zitten. Dan kunnen we zien hoeveel hout ik heb gecollect nadat ik mijn huis klaar heb. Ik haal dit hier ook even weg trouwens. Want ik ga even echt alles een beetje anders inrichten. Want ik vind het er echt niet uitzien hier. Ik moet wel even mijn wrench hebben. Ik moet wat inventory spots hebben. Anders kan ik natuurlijk al mijn spullen niet oppakken. Want er staat nogal wat op de grond qua apparatuur. En die moet dan ook even weg. Ik wil alles opnieuw aan gaan leggen eigenlijk. En we moeten wel de quarry een beetje in de gaten houden. Volgens mij is het ook donker. Ja, ik ga heel even liggen zodat het weer licht is. Ik hou er niet van als het donker is. Dan komen al die vervelende beesten. Even zien. De grond gaan we denk ik gewoon van smooth bricks doen. Ik denk dat het verstandigste is om eerst even alle apparaten van de vloer af te halen. Dus dan gaan we even kijken. Bedbox kan ik alleen draaien op deze manier. Nou, maakt niet uit. Zo. Al die koppercables, deze moet ik volgens mij gewoon zo weghakken. Ja, nou, dat is zonde van de energie die er momenteel is gebruikt. Ook de koppercables zal ik even weghalen. Want dan kan ik straks alles gewoon opnieuw aan gaan leggen en op een veel makkelijke manier. Want het ziet er nu echt niet uit. Even kijken, deze kan ik nog oppakken. Ja, dit is alleen een beetje. Ik durf deze niet weg te halen. Dus ik denk dat ik die gewoon mooi daar in de hoek laat staan. Ik weet niet of het ook echt de hoek wordt van mijn huis, maar dat zien we dan wel. Dit even weghalen, zo. Nou kan ik er wel glowstone omheen doen als dat echt het geval was. Dus laten we eventjes glowstone maken, hoppakee. Ik weet niet wat het voor nut had om echt glowstone eromheen te doen, maar... Ja, weet je, je moet luisteren naar wat de mensen zeggen, dus wat we gewoon even lekker doen, zo. Ik heb wel het idee dat het nu sneller gaat. Even kijken, dat kunnen we hierdoor zien. Ja, het gaat sowieso sneller. Dus als ik nu dan deze ook nog even weghak, ik moet toch de vloer eruit halen. En als ik hier nou ook nog eens glowstone neerzet, gaat het dan nog sneller? Nee, dan kapt hij ermee. Oh nee, wacht. Ik heb het idee dat het hierdoor sneller gaat. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval, we laten het even mooi zo gaan. We gaan de rest van de vloer gaan we lekker opvullen met stone bricks. Ja, dit moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Ik weet dat het wat minder leuk is om naar te kijken. Maar ja, het moet gebeuren. Want het huis zag er echt niet meer uit. Net zoals die gaten in de muur. Dirt overal. En weet ik veel allemaal. Dat moet gewoon even aangepast worden. Zodat het huis wat mooier lijkt. En dan kunnen we gelijk een kamer gaan maken. Waar we ook daadwerkelijk de machines gaan neerzetten. In plaats van dat we ze zo random ergens neergooien. Trouwens, ik ga heel even iron als main materiaal zetten. Want dit gaat natuurlijk vies snel. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Oh, de gunpowder nog niet. Spider Eye kan wel weg. Iron Ore heeft geen EMC-waarde. Bedbox heeft geen EMC-waarde. Nou, laten we het even zo. Gaan we voor de rest gewoon alles weghakken.
Ja, de mijn ga ik ook hekjes omheen zetten, zodat je gewoon normaal naar beneden loopt. Niet dat ik nog heel veel de mijn in zou gaan, zeker niet naar nu zo. Natuurlijk dat ik nu de quarry heb. De quarry is natuurlijk, ja, eigenlijk mijn mijn. Oh shit, ik zal even dat blokje met water dichtgooien, want hebben we ook even niet meer nodig. Ik denk dat ik sowieso een betere farm moet gaan maken voor de sugarcane. Want op deze manier hebben we onze enchantment room nog niet na nog 10 afleveringen. Eerst even alles weghalen, zo. Gaan we even beginnen met blokjes neergooien alvast. En dan de muren, ja, ik weet nog niet waar ik die van doe, maar het zal heel standaard blijven. Maar wel dat het er leuk uitziet en dat het wat meer op een huis begint te lijken. Want nu leek het meer op een of andere gekke krot die ik snel had gebouwd om eventjes in te leven. Zo, dit nog even goed. Want anders kan ik niet soepel naar beneden lopen. Ik heb gelukkig natuurlijk de energy condenser, dus ik kan alle bouwblokjes lekker heel snel voor elkaar fixen. Normaal gezien, ja, dan moet je natuurlijk gaan staan te minen, gaan staan te woodcutten om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk had je, ja, nog niet eens genoeg voor je huis en dan kon je weer terug naar buiten, kon je weer opnieuw alles gaan doen en dat was altijd super vervelend. Dus ja, daar ben ik wel blij mee dat Tekken deze functie natuurlijk heeft van lekker gewoon lui Minecraft spelen door gewoon alles in de energy condenser te doen. En eigenlijk hoef je, als je heel goed werkt, hoef je je huis ook niet meer uit. Net zoals dat ik straks even een ondergrondse gang ga graven naar mijn quarry huisje. Dan hoef ik ook, zeg maar, niet meer buiten te zijn. Dan kan ik gewoon lekker onderdoor naar de quarry en dan is het in ieder geval veilig voor mij. Dit gaan we nog even weghakken, want hier staan onze solar panels. Dus dat betekent wel dat dit in dit hoekje moet mijn energy vandaan komen. Nou staan die solar panels wel op een verrekt vervelende plaats. Shit. En dat was ook nog eens kloten, want nu hebben we de ranch gebroken. Hebben we nog brons dust? Of brons... Ja, kijk, we hebben hier gewoon brons. Kijk, helemaal mooi. Hoeven we ook niet eens moeilijk te gaan doen. Even zien. Deze even verwisselen. Pof. We hebben genoeg bronzen. Dan doen we even de bronzen pakken. Zo. Die mag er dan even in. En dan switchen we die weer om. Hoppakee. Dan maken we even een nieuwe wrench. Want anders maken we dadelijk de zonnepanelen kapot. En dan krijgen we de machine blocks voor terug. Of weet ik veel wat je er dan voor terug krijgt. Daar word je niet vrolijk van. Zo. Op deze manier toch? Of? Zo. Zo, ja. Oké. Wrench. En dan kunnen we die laatste solar panel ook eventjes... de weghalen daar. Dit zullen we dan gewoon maar even opvullen met dirt tijdelijk. En dan kijken we straks wel hoe we daar verder mee gaan werken. Ik denk eigenlijk dat ik gewoon deze bovenste laag eruit moet hakken. En vervolgens dan boven even moet kijken hoe ik dat afwerk. Want ik wil de zonnepanelen eentje hoger, zodat je het een beetje in huis weg kan werken. Hier zit nog wat blokjes. Die zand en de sandstone. Ja, vraag me niet hoe die komen, maar dat heb ik geleerd van onze Philosopher's Stone. Ik kan dus gewoon blokjes veranderen. Even kijken, hier dit even weghalen. Als het goed is begin ik hier zo uit de berg te gaan, waar ik eigenlijk in ben gaan wonen. Ik weet ook niet tot in hoever dit doorgaat. Oké, ja, ik hak hier echt de hele bovengrond weg. Oh ja, wacht, hier gaat het weer normaal. Ik denk dat ik dan gewoon vanaf deze laag zo moet gaan werken. Dat is op zich niet echt een probleem. Daar kunnen we wel voor zorgen. De muren die worden eigenlijk gewoon van een beetje hout met ook een beetje, ja, stone bricks ertussen. Zo kunnen we even snel ons huisje gaan bouwen. Het zal eventjes duren. Het zal wel een afleveringetje duren voordat ik hiermee klaar ben. Maar goed, hè. Dan hebben we in ieder geval ons huis af. Even kijken. We gaan hier nog deze blokjes even weghalen. Misschien dat we ook iets langer over moeten doen, want we moeten het allemaal wel goed inrichten. Ik wil nu alles netjes hebben staan, zodat ik echt gewoon geen moeite meer hoef te doen. Net zoals die machines die stonden in het midden van de kamer. Nou, ik werd daar op een gegeven moment een beetje gestoord van. Dus ik dacht van, ik ga gewoon mijn huis eventjes omtoveren tot een mooi dingetje. En we kunnen ondertussen de quarry ook in de gaten houden. Ja, wat dat ga ik nu eventjes doen trouwens. Ik wil even zien hoe de quarry ermee staat. Is die al aan het minen? Nee, nog niet. Hij is er bijna. Hij moet daar nog... 2 of 3 stukjes en dan gaat hij minen zo meteen. Dat is wel fijn. Dan hebben we in ieder geval de quarry aan de mine deze aflevering. En daar ben ik al heel erg blij mee. Ik moet denk ik ook wat meer stone bricks gaan maken. Ja, laat ik eventjes gewoon simpel doen. Pof. Oh jeetje. Dat zijn er wel heel erg veel. Ja. Even zien. Ja, we pakken maar gewoon even een stekkie eruit. Deze gaat er weer in. Die eruit. Wat kunnen we er nog meer in gooien? We hebben hier nog wat... eigenlijk helemaal niks. Oh ja, dit hout. Zo. Dan hebben we nog 1 stekje extra. Zo. Nou, ik
blijf allemaal dingen oprapen die ik niet nodig heb. Zo. Dan gaan we hier gewoon eventjes verder. Dit kan er allemaal uit. Jeetje, dit is echt wel een heel erg rampenstelsel, deze grot. Want ja, ik ben er natuurlijk ingewoond, heb aan alle kanten een stukje uitgehakt en ja, de man cave om het zo maar te zeggen. Ik ga daarboven straks gewoon dirt overheen plaatsen, dan zie je daar helemaal niks meer van. En dan lijkt het net alsof ik nog steeds in een bergje woon. Dat was ook wel de hele bedoeling eigenlijk, ik vond dat leuker, want dan hoefde ik geen huis te maken. Ja, wat ik nu uiteindelijk alsnog aan het doen ben, maar dan in de binnenkant van de grot. Maar is toch net weer wat anders. Ik wil hem wel 4 hoog, zoals ik al zei. Dan, ja, je hebt hier natuurlijk veel meer ruimte nodig als in een normaal huis in Minecraft. Dus vandaar de 4 hoog. Dit allemaal even weghakken. Dan gaan we zo even kijken hoe de quarry aan de gang is. Want ik vind dat altijd wel leuk om te zien hoe gewoon automatisch mijn blokjes gehakt worden terwijl ik hier gewoon bezig ben. Net zoals dat nu automatisch deze gewoon iron aan het produceren is terwijl ik hier gewoon rustig aan mijn huisje bezig ben. Awesome. Even kijken, de roof nog even weghalen. Dit stukje met dirt, zo. Hoppakee, hier nog even een stukje. Dat alle dirt hier alvast weg is, dan bouwen we het alvast wel dicht. Ik heb geen zin dat er dadelijk opeens dat het nacht wordt en dat er een creeper naar binnen komt vallen. Dan ben je fucked, want als je machine er dan... er staan momenteel geen machine, maar als die hierheen loopt, dan ben ik mijn energy condenser kwijt en misschien ook wel mijn MK2 collector. Ik weet niet wat het effect is als een creeper zeg maar het stuk maakt. Nou weet ik wel dat ik hier even een glowstone neer ga zetten. Want het begint hier... Oeps. Het begint hier een beetje donker te worden. Zo. Daarom zeg ik moet ook die mine afplakken. Want ik val er gewoon in als ik hier met dit soort dingen bezig ben. Zo irritant dit stukje. Ik heb ook al 2 blokjes misgeplaatst. Zo. Dan doen we hier dit rijtje nog even afmaken. En dan gaan we even bij de quarry kijken hoe dat nu gaat. Want als het goed is, moet hij nu klaar zijn en moet hij aan het minen zijn. Zo. Dan liggen hier overal blokjes. Nou ja, weet je, het kan me ook helemaal niks schelen. Even naar buiten. Is hij nog niet bezig? Oh jawel, daar gaat hij. Even kijken op wat voor tempo die gaat. Quarry? Hallo? Oh ja, daar gaat hij. En... Slurp maar. Kom op. Je kunt het. Oh my god, die quarry is langzaam. Oh my god. Ja, ze blijven daarin vastzitten natuurlijk. Omdat, tenminste vastzitten. Ze liggen er eigenlijk nu bovenop. Omdat ik er nog niks in heb. Maar deze quarry is echt super langzaam. Ik moet toch echt snel gaan beginnen aan die energy link. En dan gewoon meer zonnepanelen en dat soort shit. Want ja, dit gaat echt super langzaam. In ieder geval mensen, ik heb een begin gemaakt aan het huis. Ik zal hier nog even mee verder gaan in de volgende aflevering. En als we dit klaar hebben, dan is het tenminste mooi. Kunnen we ons hele huisje gaan inrichten. En dan wordt het al een stuk beter. Mensen, voor nu wil ik jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie het nou leuk? Doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een goede tip achter. En ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later mensen.